we zijn vandaag bij Jot op het hoofdkantoor. En we hebben ons eerste Jot Connect event, de pilot ook. Met heel veel finance professionals en finance trainees die vandaag voor het eerst met elkaar kennis maken. Jot Connect is eigenlijk een nieuw concept. We gaan eigenlijk de kennisdragers, de professionals die al lange tijd voor het finance vakgebied werkzaam zijn, verbinden met finance professionals die net gestart zijn. Die op die manier ook met elkaar de kennis en deskundigheid kunnen gaan uitwisselen. Ja, de pilot is succesvol. Uiteindelijk het belangrijkste vind ik echt dat mensen met elkaar leren, netwerken, maar elkaar aan elkaar verbonden zijn. Hey, Jot zegt elke keer welkom in ons netwerk. Dat is mooi, maar dat begint bij elke professional zelf. Ik moet zeggen, de eye-opener was de presentatie van Jochem, waarin hij het had over het netwerken. Dat is eerlijk gezegd niet direct mijn eerste instinct. Dus als hij zegt van nou, in jouw netwerk zitten er zoveel kansen, nou, daar zou ik wel wat mee willen doen. Ja, ik ben het helemaal eens met Serge. Het is een heel interessante presentatie gehad over hoe je nou het beste je netwerk kan gebruiken. En ja, ook gewoon de leuke contacten. Dus onder andere met Serge, maar ook met anderen daar die we hebben opgedaan. Nou, die neem je gewoon mee en die hoop ik dat die kan benutten de komende tijd. Ik doe mee aan Jot Connect, omdat ik wil helpen Jot te laten groeien. Er zijn heel veel mogelijkheden voor Jot om in de komende jaren explosief te groeien. En één daarvan is om het netwerk van Jot uit te breiden. Ik vind het heel nuttig om allereerst te weten hoe ik het beste mijn netwerk kan benutten. En ten tweede om mijn netwerk uit te breiden. En daar heb ik Leonora voor. Mijn Jot Connect is geslaagd als ons netwerk significant is vergroot. We zaten om met elkaar te fantaseren over waar zij heel erg goed in is en waar ze haar talenten wil inzetten. En toen hebben we al een linkje gevonden met elkaars netwerk.